Marcus, jij weet, ik presteer al het beste onder hoge druk. Oké, okay, let's see. Let's kom op, heb je zin. Niet hard. Oh. Ah, waardeloos. Goedemorgen, jongens. Goedemorgen. Franser dan dit wordt het volgens mij niet. Jeu de boule. Jeu de boule. Marcus, wat was jouw hoogtepunt van gisteren? Ja, toch wel dat we door de Franse tv en dus door de hele wereld gezien zijn op onze camper, muziekmakend. Wij hebben gewoon een helikopter boven ons gehad, die heeft ons secondenlang gefilmd. En toen het peloton langskwam, was zelfs de motor met de camera ook op ons aan het filmen. Ik zag het rode lampje, dus ik wist dat we live waren. Nou, dat was ook zo, want toen wij daarna weer de camper ingingen, mijn hele telefoon loeide. Alleen maar berichten uit Nederland. Iedereen had ons gezien. En Koen, wij zijn inmiddels al bijna een week weg van huis. Ja. En dat terwijl jij vorige week notabene bent getrouwd. Ja. Nu lig jij al volgens mij 5 nachten naast mij in een klamme camper te zweten. Ja. Is dat jouw idee van een ideale huwelijksreis? Nee, nee, alles behalve. Ik vind de nachten naast jou nou, behoorlijk zwaar. Maar ik ben een hele bijzondere vrouw getrouwd. Eentje met een enorm groot hart. En zodra we terug zijn, dan gaan we het heel snel inhalen. Heel goed. En wij zijn bijna een week van huis. Maar die renners hier, die zijn 3 weken lang van huis. En die missen namelijk natuurlijk enorm de liefde thuis. En ja, de verleiding is hier groot. En we zien dus ook vaak dat er in de Tour veel schandalen plaatsvinden. De Franse pers, die lust de pap van. Maar de renners moeten op hun hoede zijn. Daarom hebben wij vandaag gekozen voor het thema affaires. Marcus, waar zijn wij vandaag? Vandaag dag 6. De etappe gaat van Mâcon naar Saint-Étienne. En wij staan vandaag precies hier, net voorbij Valcon, bij de derde col van de dag. Jongens, het wielrennen staat bomvol van de affaires. Zo gebeurt het regelmatig dat een winnaar van een toeretappe na het krijgen van de kusjes van de ronde mis en met een van de twee vandoor gaat. Maar het bekendste verhaal komt van de hand van de legendarische Italiaanse wielrenner Fausto Coppi, die de huwelijkse trouw doorbrak en met de zogenaamde Witte Dame vandoor ging, waardoor heel katholiek Italië op zijn kop stond. De paus weigerde zelfs ooit nog een peloton waarin Fausto Coppi meereed te zegenen. Ook in de muziek kennen we vele affaires. Zo ontmoette Igor Stravinsky in Parijs het stijlicoon Coco Chanel. Ze raakten bevriend en al gauw nodigde zij Igor uit samen met zijn doodzieke vrouw en kinderen in haar buitenverblijf. Igor viel direct voor haar charme en kon het niet laten om een affaire te beginnen. Zelf heeft hij dit echter altijd ontkend. Wij gingen natuurlijk op zoek naar de ultieme affaire. En die vonden wij tussen een wielrenner en een musicien. Wie kent haar niet? Edith Piaf. Als ik aan Edith Piaf denk, dan denk ik altijd aan die hele beroemde melodie. Ja. Hoe gaat die? Ik weet welke ik bedoel. Ja, precies. Ja. La Vie en Rose. Prachtige melodie. Edith Piaf komt uit een grote traditie van Franse liedcomponisten als Fauré, Duparc en Poulenc. Met haar typische stem en haar prachtige melodieën wisten ze dit genre wereldwijd populair te maken als het Franse chanson. Haar melodieën bevatten niet alleen reine klanken, ook klanken van ontrouw. Zo ontmoette zij in 1951 de Franse sprintkampioen Louis Girardin. Met hem raakte ze verstrengeld in een heftige liefdesaffaire. Daarover lezen we in haar brieven terug. Oh Louis, ik vind je prachtige dijen zo mooi en je sappige billen. Louis reageerde op zijn eigen manier daarop door te zeggen: 48 uur met Edith Piaf is nog zwaarder dan de hele Tour uitrijden. Zoals Louis Jardin viel voor de charmes van Edith Piaf,
Zo viel de Franse componist Francis Poulenc voor haar stemgeluid in haar muziek. Poulenc schreef in haar stijl een hommage aan deze grande dame van de Franse chanson. Hij gaat het halen. Het is Thomas de Gent. Dat gaat hem niet bijhalen. Hij pakt hem. Het is Thomas de Gent die naar de finish gaat. En? Ja! Hij heeft het mooi.